Hallo lieve mensen, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag zitten voor de volle maan op 27 december. Nu zitten daar natuurlijk de feestdagen tussen. Vandaar dat ik iets eerder ga zitten, zodat ik gewoon ook mijn eigen ding kan doen tijdens de feestdagen. Maar ik wilde toch heel graag deze energie aan jullie overbrengen, wat dit ook met jou teweeg kan brengen. Want kreeft is natuurlijk een waterteken. En we gaan eens even dadelijk ook kijken, want de zonteken staat op dit moment in steenbok. Dat zijn toch best wel wat energiestromen wat tegenstrijdig kan zijn. Wat je dus de komende dagen ook kunt ervaren. Vooral de dagen ervoor en een paar dagen erna. Nu zitten we natuurlijk midden in het kerstseizoen, de feestdagen. En dat is natuurlijk al een happening op zich. En de energie is al heel anders als normaal gesproken qua dagelijks leven. Je werk loopt anders. Je hebt familiegelegenheden wellicht. Misschien ook niet. Dat zal voor iedereen anders zijn. Maar zullen we eens even samen gaan kijken dus wat dat inhoudt voor het sterrenbeeld kreeft. Nu hoef jij dus geen kreeft in jouw chart te hebben, maar de energie van de kreeft is wel op de voorgrond. Dus dat zal dan met iedereen kunnen connecten. Dus stel dat jij tweeling bent in jouw zonteken, dan wil dat totaal helemaal niet zeggen dat dit niet voor jou bestemd kan zijn, want het is een collectieve energie wat iedereen zou kunnen voelen. Kreeft, wat ik al zei, is een waterteken. Emoties kunnen diep worden ervaren door een kreeft. Dus de komende tijd, dagen, kun jij dus best wel veel last hebben van bepaalde herinneringen, emoties. Misschien ook wel nostalgische elementen wat de oppervlakte kan bereiken. Zoals positief als negatief. En omdat de kreeft best wel open staat qua intuïtiviteit, is deze dus ook veel gevoeliger. Veel boodschappen kunnen er dus ook door gaan komen tijdens deze volle maan. En het is dus belangrijk om te gaan streven in deze periode naar een fijne, stabiele situatie. En of dat nou alleen voor jou eigen op jouzelf gericht is, of een thuissituatie, relaties, vriendschappen, werk. Dat is wat de komende dagen toch wel in het energetisch veld naar voren zal gaan komen. Ik wil de waterteken kreeft zeggen, maar daarna kreeft. Dus kreeft is ook wel iemand die heel veel liefde te geven heeft. En soms eigenlijk zelfs een beetje te veel aan anderen geeft in plaats van zelf ook aan hem of haarzelf te denken. Een beetje het vergeten dat je zelf ook nog bestaat. En door deze dagen die er dus gaan komen, kan het dus ook zijn dat je gewoon door de drukte even vergeet wie je zelf bent, wat je zelf wil voelen, wat je zelf ervaart. Dus een moment van even stilstaan of even in je bubbel gaan is daar een heel fijn gegeven in om je stabiliteit te kunnen waarborgen. Wat ik al zei, kreeft vindt het ook lastig om dingen zelf te ontvangen, want het is vooral een gever. Dus het kan zijn dat stel dat jij in deze periode iets ontvangt, een cadeau of een dankbaarheidsuitspraak of wat dan ook. Ontvang deze dan ook vanuit liefde. En ik heb al eerder in een video gezegd, van stel dat je iets ontvangt. En wij zeggen vaak, dankjewel, maar dat had je niet hoeven doen. Met andere woorden, jij geeft dus het universum een handreiking van dat je iets mag ontvangen. Maar je wuift het ook weg, omdat jij jezelf het niet waard vindt om het te mogen ontvangen. En dat is het stukje wat jij mag omarmen in dit aspect. Kreeft dus ook best wel een huismus. Nou zitten we natuurlijk midden in die decembermaand. Dan is het ook best wel een mooie gelegenheid om je lekker terug te trekken. Thuis gezellig te maken. Lekker te koken. Muziekje op. Geurkaarsjes aan bijvoorbeeld. Gewoon echt het volledig genieten. Gaan we kijken naar de kenmerken van een steenbok. Dat vooral gericht is ook op ambitie en het denken altijd aan de volgende dingen. Het vooruitdenken is een aardeteken, kan best wel streng voor zichzelf zijn. Maar ook het stukje superverantwoordelijkheid op zich nemen.
behoorlijke drive hebben, intelligent, maar daarentegen ook wel die behulpzaamheid hebben. Maar op het emotionele vlak is het dan ook wel weer een beetje lastig om te connecten, omdat het meer op het zakelijke gericht, het stukje buiten de steenbok zelf. Hè? Dus als we dan gaan kijken, in tegenstelling tot de steenbok, heeft de kreeft het dus, vindt het lastig wat zaken op orde te stellen, omdat de kreeft intuïtief en emotioneel niet alles 1, 2, 3 uit kan schakelen. En de steenbok is juist heel erg op dat zakelijke stukje. Hè? Daar heeft kreeft dan weer moeite mee. Kreeft streeft naar een connectie met diepgang. En of dat dan nu op een romantisch vlak is, of op vriendschap of werk. Er zal altijd wel ergens een connectie moeten zijn voor een kreeft die verbinding aan kan gaan. En daarentegen is het steenbok die juist door wil pakken, juist die creërende energie neer wil zetten, maar dan wel in het voordeel van hem of haarzelf. Op dit moment is het dus belangrijk in deze periode vooral de balans te gaan zoeken tussen jouw hoofd en jouw hart. Vooral te luisteren naar jouw innerlijke gevoel. En deze periode van de maan is ook een belangrijk energiestukje waarbij je los kunt laten van oude energie. Intenties zetten. Creatieve energie kan weer worden geactiveerd, want de kreeft is best wel creatief. Wat ook weer intuïtiviteit naar de voorgrond laat treden. Maar ook heeft de kreeft wat mindere eigenschappen. Hè? Dat kan ook het stukje zijn door pijn en bepaalde situaties wat een kreeft heeft ervaren. Dat je vanuit overgevoeligheid kunt reageren in een bepaalde situatie. Dus echt te heftig reageren of onzeker gedrag of wantrouwen hebben. Maar als we dat daarop gaan focussen, dan heb je natuurlijk weer dat je die energie stimuleert. En ik wil juist altijd in de positieve zin natuurlijk de video's neerzetten. Vandaar ook dat ik dat eigenlijk als laatste een beetje benoem. Want er zijn zoveel mooie positieve eigenschappen aan de kreeftenergie. Door een intuïtiviteit, door een creativiteit. Empathie. Het er voor anderen willen zijn. Maar het stukje nadeel is dan weer dat ze zichzelf vergeten. En dat is dus wat er nou de komende tijd dus ook voor jullie voelbaar kan zijn. En die energie kan zich eigen uitrekken tot de volgende volle maan. Ik durf zo niet te zeggen wanneer die volgende volle maan is. Ik dacht ergens rond 25 januari of zo in Leeuw. Dus dat is dan weer een hele andere energiestroom wat er naar voren gaat komen. Kijk, onderkant dek, je hebt bijna je doelen bereikt. Of je hebt je doelen bijna bereikt. Nou ja, ik zeg het net in een omgekeerde volgorde, maar dat maakt niet uit. Pak de situatie met liefde aan, nieuwe maan in waterman en tijd voor actie, nieuwe maan in ram. Best wel een intense energiestroom wat ik voel. En wat ik zojuist net ook al benoemde met die emoties van een kreeft, die kunnen best wel intens zijn qua in één keer uiten. Qua als er een pijnstuk zit of in één keer wam aan de oppervlakte komen. En heb jij het gevoel dat je misschien even op dat moment gaat komen dat je even zo boom, zo'n uitbarsting hebt, omdat het gewoon even te veel is? Probeer dit dan innerlijk in jouw onderbuik te voelen. En trek je op dat moment dan ook even terug. Stel dat je eigenlijk geen ruimte hebt om je eigen terug te trekken. Omdat je familie zit thuis. Je bent aan het koken. Je bent op locatie. Geen idee wat jij aan het doen bent deze komende dagen. Maar iedereen maakt gebruik van een toiletbezoek. En dan trek je gewoon even terug op het toilet. Niemand die daar gek over nadenkt. Want dat is iets wat er gewoon bij hoort. En op dat moment kun jij proberen weer terug in je bubbel te gaan. Ik heb natuurlijk pas ook al een video geüpload waar ik het over had. Over die wortelchakras weer goed centeren. Hè? En de moeder aarde weer in. Die bubbel om je heen. Ik had volgens mij toen ook een
van de Lightseers er ook. Ik zal hem eens even erbij pakken. Eens even kijken of dat ik hem zo zie zitten in het dek. Dan visualiseren jullie het misschien makkelijker om die bubbel om je heen te houden. En ik krijg best wel wat mailtjes en vragen soms daarover. Dat ze het lastig vinden hoe ik dat zet, die intenties om die bubbel te creëren. Nou, kijken ze bijna achteraan, heb ik het gevoel. Nou. Waar is hij? Oh, hier. Zie je. Dat gaat hij dadelijk helemaal niet meer komen. Kijk. Als er veel prikkels van buitenaf is, heb ik toen ook uitgelegd in die video over die vishengeltjes die we uit hebben hangen. Nu is dit de energiestroom van waterenergie. Dus dat is nog eens gevoeliger als bovenop je eigen energie al op dat moment. Nu krijgen we veel prikkels van de buitenwereld. Van je gezinssituatie, van de feestdagen, alles op een hoop. En dan is het belangrijk om je eigen in zo'n bubbel te zetten. Maar wel goed dat je je eigen voeten dus goed blijft gronden. En dan is het zo dat elke prikkel die je binnen kunt krijgen niet meer zo sterk binnenkomt. Als je dan ook nog zegt van oké, zet hier een spiegel omheen. Met de spiegel kan naar buiten toe. Maar wel dat de fijne energie door die spiegel naar binnen kan komen, maar niet de negatieve energie. Want die wordt automatisch afgeketst naar de persoon die het jou toezendt. Of de situatie die dan op dat moment actief is. Dan zul jij ook meer in jouw balans kunnen blijven en zul je die center ook kunnen behouden. Dus ik leg hem even hierbij. Belangrijk kaartje dus, die ik mee wil nemen voor deze reading. Want die balanceermogelijkheden is best wel lastig als jij altijd maar geeft aan anderen. En de energie die dus door de kreeft op dit moment nog meer versterkt gaat worden, ga je dus ook eerder over je eigen grenzen heen. En als je eerder over je eigen grenzen heen gaat, raak je akkertje dus ook eerder leeg. En dan kun je dus ook minder hebben qua emoties of gedrag of uitspraken. En dan heb je dus ook eerder de kans dat je ineens een wam die uitval gaat doen. Maar we gaan eens kijken. Ik pak er nog een kaartje bij. En nou, meerdere kaartjes. Allemaal goed. We doen het ermee. Wat er door mag komen. Kijk eens. Mystic Meadows. Sanctuary. Hele krachtige energie. De flow. Nu heb ik pas op mijn persoonlijke Facebookpagina, of ja, de besloten Facebookpagina, heb ik een persoonlijk stukje geschreven over wat mij de laatste weken overkomen is in mijn persoonlijke situatie met de groei van mijn twee jongvolwassenen. En waar ik heel dankbaar voor ben dat ik hun de ruimte heb gegeven op een gegeven moment om ook los te laten. En dat is dus wat ik hier ook voel. Zoals ik altijd zeg, alles is om een reden. En soms post ik dingen wat ik daarna weer doorkrijg, wat ik hier ook weer door mag geven. En een nieuw beginning. Hele krachtige energie, solarplex energie. Dus alles wat dus nog in jouw solarplex zit, kan aangeprikt gaan worden de komende tijd. Maar de flow gaat er komen als jij je stabiliteit behoudt. Dus ook echt wel, stel dat er een pijnelement naar boven komt, dat je die ook aan gaat kijken. Want het is tijd om dit ook vanuit liefde te doen. Niet vanuit boosheid of verdriet, maar ook inzien van oké, deze situatie of situatie is gebeurd. Ik heb er pijn en verdriet van gehad. Misschien nog steeds boosheid, mood swings of wat dan ook. Maar het is nou ook de mooie tijd om dit los te laten. Dit kan door eventueel een ritueeltje te doen. Door die gebeurtenis op te schrijven. En door middel van een verbrandingsproces dit het universum terug te zenden. Dit kan dus een brief zijn die je buiten met die intentie eigenlijk aansteekt en op laat lossen. Waardoor die energie die dan in jou zat, door middel van die opgeschreven brief het universum ingaat, waardoor het uit jouw systeem kan komen. En dat zal niet met alles in één keer boem wat zijn, maar het kan wel helpen om jou wat losser in jouw energie te laten komen, waarbij de doorstroming in jouw energetisch veld beter en makkelijker gaat, waarbij je solarplex verder open kan gaan staan en ook meer weer kan gaan ontvangen.
Kijk eens. Door je af te sluiten en pijn en verdriet weg te stoppen, hou je jezelf geblokkeerd voor al het moois om je heen. Je solarplexchakra in combinatie met je hartchakra. Dus het zullen pijnstukken zijn die misschien al langer in jouw leven, die niet direct aan het nu zijn gekoppeld, maar die dus nu wel naar de oppervlakte gaan komen. En dat kan getriggerd worden dus door een uitspraak van iemand of door de situatie of door de feestdagen. En het heeft met iemand of een situatie te maken met die verkeerde intenties had. Niet alles is wat het lijkt. Laat je niet misleiden. En door het weg te stoppen, misleid jij jezelf dus eigenlijk om er niet naar, ernaar te gaan kijken. En door het op te schrijven, we hebben hier een krant met dat branden, hè? Door die intentie op te schrijven wat je dus los wil laten, kun je dus ook echt van je afhalen. En dan hoef je dus het ook niet in een bepaalde vastzittende energie in jou te houden. En die vastzittende energie is een lagere trillingsenergie. En het is dus juist belangrijk om die open energie naar je toe te trekken. En dat is die hogere trillingsfrequentie waar ik het al eerder over heb gehad. Dus het is belangrijk los te koppelen van oude pijnelementen. Het is een oud slotje die al echt wel roestig is. Kan dus te maken hebben gehad dat je eerder dus in een bepaalde misleidende situatie hebt gezeten. Maar dat het nu wel de tijd is om dit aan te gaan kijken. En dan kan het dus ook echt wel loskomen van jou, hè? Dan kun je dat masker afgooien, dan kun je die diepgang in en dan kun je het ook van je afkoppelen. Blijf wel goed in je centrum, want dit kost best wel wat energie om dit ook te doorlopen. Je kunt weerstand voelen, je kunt wat intenties voelen. Misschien ook mensen die zich eigen ermee gaan bemoeien. Probeer je eigen daar los van te koppelen. Maar we gaan eens even kijken wat er nog aan de tarot bijgelegd mag worden. Als je het allemaal maar vanuit liefde doet, dan zijn er mogelijkheden wat naar je toe kan gaan komen. Kijk, de kaarten vliegen ook echt richting dat gesloten kaartje. Hè? Dus ik pak ze even mee. Er ligt een nieuw pad op je te wachten. Een nieuw begin. Die ligt hier ook al. Dus dit is mogelijk. Hier kan het naartoe gaan. Maar het is wel dat er een bepaalde knoop doorgehakt dient te worden. Waarbij jij lang strijd hebt gehad. En misschien zit je in een situatie waarbij jij lang een masker op hebt gehad. Waar jij eigenlijk een bepaalde projectie hebt gedaan op de situatie. Waarbij je dacht van, weet je, ik praat het mooier als dat het werkelijk is. Want dan ga ik er zelf in geloven. Terwijl dat ervoor zorgt dat er een blokkerende energie in jou gaat komen. Maar het is tijd voor actie. We zien het, hè? Tijd voor actie. De keuzes maken vanuit je gevoel, niet vanuit je denken of vanuit het zicht. Het kan zijn dat er dan voor sommigen echt wel een situatie gaat komen waarbij jij totaal afstand gaat doen van een hele situatie waar je lang in hebt gezeten. Dit kan dus emoties zijn waar je los van gaat koppelen. Dit kan je werk zijn waar je los van gaat koppelen. Vriendschappen die toch echt niet meer matchen, of dat je het gevoel hebt van oké, ik ben elke keer degene die die handreiking doet, maar ik krijg het maar mondjesmaat terug. Waarbij een vriendschap bijvoorbeeld niet in balans is. Daar komen en gaan mensen in het leven. En dat stukje leren accepteren is een belangrijk onderdeel ervan. En ook de komende tijd is dat een onderdeel. Want de kreeft wil het altijd goed doen voor iedereen. Maar dat houdt ook in dat ze zichzelf daardoor soms verloochenen. En dat stukje verloochenen zitten ze steeds meer in dat stukje om het te leren. Hoe kunnen ze zichzelf daarin niet verliezen. Dus jij, omdat het dus nou een collectieve energie is, hè, die kreeft energie. Dus jij kunt op dit moment ook die overspoelende gevoelens krijgen, al heb jij geen kreeft energie in jouw charge. Dus in jouw geboortehoroscoop. En de vis die zit hier mooi in die beker. Maar het is ook een illusie dat die vis daar blijft zitten. Want de vis die kan eruit springen, die kan alle kanten op. Het is best wel een intense energie, hè? Het kan je overspoelen. Het kan ook op een moment komen dat jij het ook helemaal niet wil. Of dat je dat het in één keer dat verdriet naar boven komt. En dat kan dus met deze maanenergie te maken hebben. Maar er staan wel twee nieuwe bekers al klaar voor jou. En dat heeft te maken met dat nieuwe bad, dat nieuwe begin, die nieuwe mogelijkheden.
Vanuit een nieuwe vuurtje wat in jou gaat branden. Het is een pad waarbij jij dus die leerwijze weer mag herontdekken. Je hebt pijnstukken leren loslaten. Of je zit er dadelijk in dat je het los gaat laten. En vanuit daar krijg je weer het gevoel van ik wil weer leven. Ik weet waarvoor ik leef. Dat innerlijk vlammetje doet zijn wonderen. En ik heb mijn doelen voor ogen gekregen. En dat kan te maken hebben dat jij dus ook terugdenkt aan nostalgie van vroeger. Dingen waar je vroeger gelukkig van werd. Waarom je toen er iets in door hebt gepakt. Dat kan te maken hebben omdat het misschien vanuit jouw thuis dan niet in het straatje paste. Of het voelt voor mij ook sommige het stukje creativiteit. Dat mensen dat maar af hebben gekapt omdat dat geen inkomsten kon genereren. Maar je kunt wel creatief zijn ook buiten werktijden om. Of misschien stel dat jouw gezondheid het niet toelaat. Probeer dan iets te doen wat je ook creatief toch kunt behappen. Qua misschien pijn of zicht of beweegbaarheid van je lichaam. Want er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk beperkingen hebben in hun lijf. En vooral in deze koudere periode als je reumatisch bent of andere klachten in je lichaam hebt. Dan is dit best wel een intense tijd waarbij je dus meer klachten kunt voelen. En dan kan die creativiteit jou ervoor eigenlijk helpen om die afleiding te zoeken. Ik heb dat vorige week ook gedaan. Ik heb natuurlijk een geurkaarsenlijn ooit gemaakt. Dat was toen voor de webshop. En ik had die spullen nog. Ik heb nog spullen voor zelf kaarsen te maken. En ik heb toen een badge gehad van wax. Die ik niet fijn vond om mee te werken om voor de verkoop. Maar daar heb ik dus zelf geurkaarsen van gemaakt. Om toch die badge op te maken. En het ruikt lekker in huis. Alleen het ziet in het potje er niet mooi uit. Maar dat vind ik lekker belangrijk. Het gaat erom dat ik weer even die creativiteit. Dat even mijn gedachten verzetten. Ondanks dat, wat ik ook al eerder aangaf. Ik heb een tennis elleboog. Dus dan is het ook niet altijd fijn om activiteiten te doen. Want dat verdient eigenlijk ook de rust die het nodig heeft. Maar door bezig te zijn, is je focus dan niet op en dan voel je het eigenlijk ook niet meer. Waardoor je dus ook weer in een andere energiestroom komt, waarbij je dus ook weer meer kunt gaan genieten. Dat die endorfine in je lichaam ook weer verder geactiveerd wordt, waardoor de pijn weer op de achtergrond verdwijnt. En dat zal niet voor iedereen gelden, maar het stukje creativiteit en iets wat in jouw jeugd misschien heel erg aansprak, kan daarbij best wel naar de voorgrond gaan treden. Waarbij je toch weer het gevoel hebt dat je leeft, dat je geluk hebt. Kijk, die intensieve energiestuk wat ik hier voel, dat is wat ik eigenlijk probeer te verwoorden. Je passie krijg je weer terug. Dat vlammetje gaat weer branden. Je krijgt weer zin in het leven, ondanks dat die dagen zo lang en donker zijn. We gaan natuurlijk dadelijk weer die dagen in 2024 als we richting februari gaan, dan zullen we alweer wat langere, lichtere dagen hebben, zal ik het zomaar even verwoorden. Nu weet ik ook dat er heel veel mensen tegen depressie aan zitten of in een depressie zitten. Dus mijn advies is aan die mensen ook van probeer toch iets creatiefs te gaan doen. Al heb je geen zin, voor mij een part ga je diamond painten of breien of haken of wat dan ook. Of koekjes bakken. Alles zal ervoor zorgen dat er toch dat kleine stofje endorfine weer aangemaakt kan worden, waardoor jij weer in je kracht gaat staan. Want lieve, lieve, lieve ziel, als jij hiermee kampt, dat vind ik zo erg om te horen. Ik kan uit ervaring spreken hoe dat voelt. En het was toen voor mij ook een hele heftige, intense periode. Maar als ik toen de tools had die ik nu weet, hoe je het ook weer een beetje om kunt buigen, waardoor je toch dat kleine geluksmomentje weer kunt ervaren, dat kan jou al zoveel goed doen om weer de juiste energiestroom van geluk te pakken te krijgen. En al zijn dat stapjes stap voor stap, het kan jou wel helpen om door deze moeilijke en donkere dagen heen te komen. Probeer dan ook met anderen erover te praten. Probeer het niet alleen te willen doen. Want door het van je af te praten of te delen met anderen,
Laat je ook die energie weer los. En schrijf voor mijn part ook deze energie op die brief. En verbrand hem tijdens die maanritueel. Mijn advies is ook om bijvoorbeeld flessen water te kopen of flessen water te vullen, wel doorschijnende flessen. Zet deze in de volle maanlicht. En drink elke dag van dat maanwater een glas water. Met die intentie van ik zuiver mijn lichaam. Weet je, welke intentie jij dan ook wil zeggen. Om die stroming in te zetten van positiviteit, van geluk. En als je die intentie zet, dan zal dit ook lichamelijk gezien, in kracht met die maanenergie, nog meer teweeg kunnen brengen. Dus dat zijn heel, heel veel elementen wat je dan ook nog extra kunt doen. Ik pak nog wat verklarende kaartjes erbij voor deze volle maanenergie. Kaartje bij de paardje van staven. Een verklarende kaart alsjeblieft. Kijk eens. Je kunt de stabiliteit weer terugvinden. Je kunt je element weer neer gaan zetten. Waarbij jij weet wat je aan jezelf had. Kijk. We hebben de lovers in combinatie met... Ik leg hem heel even zo neer. Want ik weet niet of dat ik hier voldoende heb afgedekt. De lovers in combinatie met de krakkaart. Dus als je de situatie aanpakt vanuit jouw liefde. Dan heb je heel veel kracht in je zitten om dit ook te kunnen doorgronden. En of dit nou een situatie is wat met emoties te maken heeft, wat heel diep zit. Of wat lichtere vormen. Dat maakt niks uit. Want je lieve, lieve ziel, je hebt zoveel kracht in je zitten. Om alles weer voor elkaar te krijgen. Om de waarheid in te gaan zien dat er veel meer mogelijk is. Als wat jij op dit moment ziet. Want als je vanuit negativiteit kijkt, is het wereldje klein, is het wereldje beperkt. En als je daar buiten gaat kijken, is nog veel meer mogelijkheden als wat je op dit moment zicht op hebt. Eraan blijven werken is een belangrijk stuk. Dus aan jezelf blijven werken, aan je pijnstukken blijven werken. En het laatste stukje zal dan opgelost kunnen worden. Je mag naar die vernieuwing toe. En dat komt omdat jij die stabiliteit en die balans in jezelf gaat hervinden. Wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Ik ga mijn doelen stellen en daar leg ik mijn focus op. Stel dus wel doelen die haalbaar zijn. Ook in kortere termijnen, daar heb ik het ook al eerder over gehad. Dan kan die stroming gaan pakken. Maar het is wel zo dat ik ook voel dat voor sommigen een hele andere stroming gaat komen als waar ze nu de focus op hebben liggen. Dus er kan echt nog wel voor sommige mensen een hele grote wending gaan komen. Dat er bijvoorbeeld een dood en wedergeboorte gaat komen. Waarbij een hele nieuwe wereld open gaat komen. Of open in zicht gaat komen. Waarbij soms die dualiteit in jouzelf lastig is. Onderkant dek krijgen we de voelkaart. Dus heb jij ideeën wat je vroeger misschien al in stand had, of waar je op creativiteit vlak of qua werk of wat dan ook. Jij hebt de tools in handen om iets te verwezenlijken. En wat jij wil verwezenlijken, dat maakt niks uit. Je kunt het creëren. Wat ik al zeg, stel niet te hoge eisen of doelen, maar stap voor stap en leg daarna die lat elke keer een stukje hoger, zodat het niet in één keer zo'n hele steile helling is, maar dat je het ook in een flauwere helling kunt waarborgen. Want als jij in een steile helling zit en jij pakt dan een misstap, nou dan kletter je knijterhard naar beneden. En als je het stap voor stap doet, dan blijf je ergens op die traptreden hangen en je kunt vervolgens je pas weer voortzetten. Het is dus best wel innerlijk een bepaalde dualiteit die jij nog teweeg gaat krijgen of kunt gaan ervaren. Maar van de andere kant voel ik ook wel dat dit gaandeweg het leren in jouw systeem, het herprogrammeren van jouw eigen systeem neergezet kan worden. En dat kan af en toe wat frictie opleveren, maar dat hoeft niet altijd in een negatieve zin te zijn. We hebben hier al de voelkaart. Het voelt voor mij ook van dit is een nieuw begin. Als je maar vanuit passie, vanuit liefde voor jezelf de situatie bekijkt, dan is alles mogelijk. Pas op, er kan dus, want hij valt hier. Pas op, er kan dus wel iemand nog even dwarsbomen in de zin van als trigger, als test.
Dus iemand kan nog even als test weer op je pad komen. Of een situatie kan weer als test op je pad komen. En dat zorgt er ook voor dat jij de inzichten gaat krijgen op wat je allemaal al mee hebt gemaakt. En dan voel jij ook in van oké, dit wil ik niet meer. Dat doe je intuïtief vanuit je spiritualiteit en inlevingsvermogen. En dan zie je ook van oké, ik heb lang in een situatie vastgezeten. Of ik heb aan pijnstukken vastgehouden of weggestopt. Maar dat is ook niet het pad die mij kan gaan verrijken. En daar breek ik uit en vervolgens kan ik loskomen. Dus als jij inziet van ik moet niet in die energie blijven zitten van die negativiteit. Of die gewonde strijder. Hè? Ja maar, ik heb dit meegemaakt. Ja maar, dat. Ja maar, mij overkomt ook altijd alles. En ik ben altijd degene die verdriet heeft. Of die ze dumpen. Of die een ongeluk maakt of waar spullen bij kapot gaan. Negatieve aandacht is ook aandacht. En jij kunt hier uitbreken, want vanuit die spirituele inzicht kun jij veel meer bereiken. En kun je die ambities ook beter neerzetten. Dat is dus die open trilling, hè? Die open situatie waarbij die trilling energie geüpgrade wordt. Dit is een energie van lage trilling, die vaste energie. En dat is eigenlijk die energie waar we niet meer in willen zitten. Dit is waar je uit kunt breken. En dit is dus ook wat er komen gaat. Ik leg hem ook bewuster onder neer, want de kaart, kijk eens hier. We krijgen de vier van zwaarden in combinatie met de koning van staven. Een powerkoppeltje hier. Jouw energie kan het samen zijn. Hè? Jouw balans, jouw yin-yang energie. We zagen zojuist ook al de twee van bekers. Alles kan gaan gebeuren als jij de pijn aan wil kijken. De diepgang aan wil gaan. En herstelt in het stukje waar je in mag herstellen. En dan zal dat stukje nieuwe beginnen. Dit is de flow waar jij in zit. En dit is ook tijd om hier dit nu aan te gaan kijken. En dit zorgt er ook voor dat je in een hele andere stroming 2024 in gaat stappen. En die stroming is, die kan intens zijn. Want dit is niet zo dat het is nieuwjaar en bambats. Dit is opgelost en het is aangekeken. Nee, als dit jouw tijdlijn is, dan gaat dit stap voor stap in de snelheid wat jij zelf kunt behappen. Ga hierin ook niet te snel, want behaal je niet de juiste resultaat mee. Dat is eigenlijk die steile helling oplopen. Hè? En als je dan een misstap zet, ja, dan knikken je hart naar beneden. Terwijl als jij die flauwe helling pakt, stap voor stap, dan heb jij veel meer bereikbaarheid, ook voor jezelf. En kun je ook die stabiliteit meer neerzetten. Dus dit is echt wel een energie waarbij jij je voordeel kunt doen. Waarbij jij de pluspunten van de steenbok kunt gebruiken in combinatie met de emoties van de kreeft. Dus lieve mensen, het is best een lange video weer geworden. Zoals ik altijd al zeg, ik probeer ze wat korter te houden. Lukt niet altijd. Dan heeft het gewoon vandaag zo mogen zijn dat deze energie duidelijk naar buiten is gekomen. Om jullie eigenlijk alert te maken op hetgeen wat er komen gaat. Vandaar ook dat ik hem voor de feestdagen al opneem, zodat jullie ook die energie kunnen voelen. En vooral omdat je misschien te druk bent met andere dingen. Als je dus dingen als sensieverschijnselen of klachten hebt of wat dan ook, probeer daar dan ook echt even met bewustheid naar te kijken. En vooral te voelen wat dit met jouw lichaam doet. Wat ik al eerder aan heb gegeven, schrijf het desnoods ook op. Wat jij voelt en ervaart op welke dag of moment. Dan kun je dit ook later terugrelateren bijvoorbeeld aan energiestromen zoals de poordagen, volle maan, nieuwe maan, Schumann-resonantie die misschien pieken heeft in de 5D-energie en downloads. Dus dan kun jij ook beter een inzicht krijgen op hoe jouw energieveld reageert op de energieveld die op dat moment actief is. Ik ga bij deze de video afsluiten. Ik wens jullie allemaal ontzettend veel plezier, vreugde en fijne energie met elkaar. Mocht je alleen zijn tijdens deze dagen, weet dat ik aan je denk, dat ik liefde en licht naar jullie toezend. En ik probeer wel volgende week, voor het nieuwe jaar in ieder geval, toch nog te gaan zitten voor de januari sterrenbeeldreadingen.
Mocht het niet lukken, dan zal het begin januari zijn dat deze online gaan komen. En dan wil ik jullie alvast een heel mooi 2024 toewensen. Dus een heel fijne periode gaan jullie tegemoet. Mocht je alleen zijn, wat ik al zei, zend ik jullie heel veel liefde, licht en kracht toe. Ik denk in gedachten aan jullie en tot de volgende video. Doei doei!